Hallo, welkom bij les nummer 8 alweer van de Complete Keyword Player. Dit keer kijken we naar Mr. Tambourine Man, ook weer van Bob Dylan. Het origineel is eigenlijk begeleiding met gitaar en niet meer dan dat. We gaan natuurlijk nu spelen op keyboard, dus ik zou zeggen hij lijkt eigenlijk meer dan op het nummer van The Birds. Die zijn ook heel bekend geworden met Mr. Tambourine Man. Qua akkoorden weer hetzelfde als de vorige lied, de F, de G en de C. Ook hier kennen we weer het fenomeen stretch, dus dat je even soms je vinger moet stretchen om die noot te pakken. Dus kijk goed in het boek naar de vingerzetting. Het origineel begint met het refrein. Op bladzijde 31 zie je staan chorus, dat is het refrein. Daar beginnen we mee, dan gaan we het verse spelen, het couplet. En dan gaan we terug weer naar de chorus. Wat ik doe zelf is, als ik een refrein speel, speel ik vaak over C of een D. Dus dat is zeg maar de variatie, de meest complete variatie. Of als je nummers hebt, 1 tot en met 6, 5 en 6. En een verse of een couplet speel ik vaak een A en B of 1 en 2. Die zijn vaak iets rustiger. Zo krijg je wat meer dynamiek in je spel. Nou, veel succes met oefenen en leren. En nogmaals, mocht er een vraag zijn, dan stuur me even een mailtje. Daar gaat-ie. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle, jangle morning I come by.